voor de junioren, de groene bordjes en de zeven zijn voor de elite 3. 620 Wart Vleugels. 630 Jules Nijens. 1 minuut voor de start met onze elite 3. Dat is ook hun startsignaal. Ook zij gaan erin vliegen nu. Komt op net iets minder dan 1 minuut voor de start onze junioren. Ze gaan dus 8 ronden afleggen. Wel, ook hun signaal is gegeven op de junioren. Kom op, ja, kom op, kom op. Ik geef het eraan. Dat is meteen met hoge snelheid daar naar boven het stop laten opwaaien. Thank you.
Dus dat vechten voor elk plekje. Komt Brett Timmermans ook boven. Dat gaat net iets moeizamer op. Voetje aan de grond. Victor Simons, die blijft recht. Is dat wel de brede weg. De wijdste bocht. Met Jorik Kardijn ook. Op naar boven. Met Sam de Burggraven. Ja, het is wat moeilijk in die eerste loopt. Bij ons.
mijn signore. Jordi Kossens en Milan Tins. Komt hier de derde junior. De wat vleugels. In de plaats voor Joren van Oud. Komt hier de Ton Herwoud bij de junioren op plaats nummer 5. Met Joren Kardijn doorgekomen aan de streep. Maar nog een van de junioren. En hier dan Sam de Burggraaf. Nog een groepje met Lars Pareris en Brett Timmermans. Blijf staan. En dan gaan we daar staan met de ringen. Dan komt er nog eentje goed aan. Is dat de Senadolander? Lekker wat voor Senadolander. Hopelijk kan hij daar in de technische zone gedepaneerd worden. Zullen we zeggen, willen mee? Een fietsje. Oh, wat komt hier dan? En dan daarna zat hij op de kant, dus dan ja.
dingen hoor. Chicken run, eh? De crosser, dus die komt hier als voorbereiding. Ik heb mountainbiken, dus we zijn niet uitgebreid in materiaal. Goed daar, Robin! Ja, tot op ene wachtloos. Helemaal vrij. Je zat juist achter ons. Ja. Maar hoe naar gaan, joh? Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja, we halen het niet meer. Ik dacht dat het sneller was. Goed zo. Ik ga richting naar je mok. Maar hoor, dit bedrijf. Mama, ik wil goed bezig doen. Thank you.
Wehe, wehe, wehe,
Jan en ik. Dat is het diep niet is. Ja, maar als, wel, als je dan niet te praktisch dan worden we wel over te blijven. Nu, dat is ook op dat je moet krijgen. Oké. Okay. Dat is wel fijn. Smaak Cup hier in de Centro. En daarmee komt. Laatste ronde. De junior aankomst voor de GT3. Het is herhoud. Nee, nog niet. Het is nog niet koers, dus het is herhoud. Hij moet nog één rondje doen, komt op. Hier is de enthousiast, want hier is die. Hier is de winnaar, hier is Jordi Korsus. Hij pakt de overwinning heel. Eerder komt tijdens Maas, Magdemar Cup in de Sender op de ronde. De anderen gaan hun laatste ronde. Dat geldt voor Niels. Eén ronde. Hun laatste. Ook voor Ruben Bosmans, laatste ronde. Voor Sander Eelen. Robin Verket. De laatste ronde.
wat vleugels. De derde man straks op. Brian Schouder en pakt de overwinning. En hij doet dat de voorstaande Rubex. Dan zijn we naar de afstand genomen van ook Nick van Pol. Schitterende derde. Ook hem verwachten we straks weer op het podium. Blazend op de lippen hier met Jentel Seijnaver. Ook einde van de wedstrijd voor Jentel Seijnaver.